Het is zaterdagmiddag een drukte van belang bij het stadion van ADO Den Haag. Supporters kunnen daar het nieuwe tenue bemachtigen. Maar in deze tijd moet dat allemaal wel coronaproof gebeuren en dus is er een speciale drive-thru gemaakt. Ja, lekker. Een dagje uit, hè? Ja, we zijn een weekendje weg. Dit weekend zijn we bij mijn oom. Die woont tegen de Duitse grens aan. Maar hij wilde zo graag dat shirtje hebben dat we heen en weer gereden zijn. Ik ga voor de tweede uitshirt, die zwarte. Ik vind die lichtblauwe wel heel mooi. En dat keepershirt ook, die witte. Ja, ik vind die blauwe ook echt fantastisch. Echt, die blauwe vind ik echt de mooiste die we in jaren hebben gehad. Echt waar. Ja. Mooi voor de camping. Lopen we er weer goed bij. Ja, ik vind hem echt heel mooi. En ook met dat gouden logo? Dat vind ik juist mooi. Beetje ordinair, dat is wel leuk toch? Dat is lekker Haags. Dus ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. De fans van ADO leggen een heel parcours af om uiteindelijk dat shirtje te bemachtigen. Bij de eerste stap wordt de bestelling doorgegeven. Daarna krijgen ze een drankje aangeboden en kunnen ze helpen met het maken van een spandoek. En bij de finish is het moment daar. Nummer 5. Ja. Zullen we ruilen? Veel plezier ermee, hè? Ja, dankjewel, hè. Ik zal hem nog even laten zien. Doen die even buiten de deur zo. En dan hebben we de achterkant natuurlijk laten bedrukken. Nou, mooi toch? Ja, dit is uniek, hè. Maar dat is natuurlijk door de situatie met corona ingegeven. Maar dat je op deze manier erom gaat met de club en toch de supporters de kans geeft om zeg maar bij de presentatie van de shirt te zijn, is wel een hele leuke manier. En hoe beviel de drive-thru? Ja, heel erg leuk. We hebben een aardige pak groenten meegekregen. We hebben borrelnootjes gescoord bij het draairad. Dus ja hoor, heel erg leuk. Ja, ik vind het wel leuk, apart en gezellig ook op deze manier om dat te doen. Krijgen we weer een beetje dat voetbalgevoel? Sowieso, laten we dat maar hopen dat we zo snel mogelijk maar beginnen, toch?